Deze aflevering 6 gaat over het aantal schilderijen dat in de 17e eeuw in de Republiek van de Zeven Verenigde Provincies gemaakt is. Dit onderwerp heeft vaak geleid tot misverstanden, onjuiste aannames en verkeerde gegevens. Er werd gesproken over enorme aantallen zonder dat men enig idee had over welk getal men sprak. Ook nu nog wordt de term enorme aantallen regelmatig gebruikt. In 2007 heb ik in het kader van mijn studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam een scriptie geschreven met als titel Een schatting van het aantal schilderijen dat in de 17e eeuw in de Republiek is vervaardigd. Voor deze scriptie kreeg ik in 2008 een eervolle vermelding in het kader van de scriptieprijs 2008 van het Instituut Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Mijn scriptie kunt u vinden op internet onder het hoofdje www.goudeneeuw.org voor meer informatie. Over welke aantallen gaat het eigenlijk? Allereerst wordt er nog steeds in artikelen over inleiding in catalogie voor musea en voor veilingen en zelfs tv-uitzendingen gesproken over enorme aantallen van 4 tot 10 miljoen. Die term enorme aantallen is een lange tijd gevoed door een dagboekcitaat van een Engelsman, John Evelyn, een 20-jarige schrijver die op 13 augustus 1641 s'avonds laat in Rotterdam aankwam en daar een kunstmarkt zag waar voor zijn begrip enorme hoeveelheden schilderijen aanwezig waren. Hij schrijft verder dat in de huizen van de Nederlanders de huizen volhangen met schilderijen. Pas in 1987, tijdens een conferentie over de Nederlandse cultuur in de 17e eeuw, gaf professor Dr. A.M. van der Woude, destijds hoogleraar agrarische economie en geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, een voordracht over de hoeveelheid en waarde van de schilderijen. Echter, hij beperkte zich tot Holland en het tijdvak betrof 1580 tot 1800. En het aantal was 10 miljoen schilderijen. Hoewel het slechts één provincie betrof, het tijdvak meer dan 2 eeuwen was, ging het aantal 10 miljoen schilderijen een eigen leven leiden, waardoor de term enorme aantallen steeds meer gebruikt werd. Zelfs beperkte Van der Woude het aantal in Holland van de 7e eeuw op 6 miljoen. Dat hij als volgt berekende: het aantal schilders in de 7e eeuw in Holland was 3200. Die gedurende 25 jaar anderhalf schilderij per week maakte. En zo komen we op een getal van 6 miljoen. Zouden we de overige provincies meerekenen, dan komen we uit op 8 miljoen. Vervolgens publiceerde professor John Matthias, hoogleraar economie aan de Yale Universiteit in Amerika, in 1990 een artikel over dit onderwerp en kwam uit op afgerond 7 miljoen schilderijen voor de gehele republiek. In 1991 publiceerde professor Jan de Vries een artikel over het aantal schilders in de 17e eeuw dat hij op 1600 schatte voor de hele republiek. Over het aantal schilderijen sprak hij zich niet uit. Dit was de situatie toen ik in 2007 een scriptie moest schrijven. Omdat ik econoom ben, vroeg ik mij af of bij een bevolking van 1,5 miljoen in 1600 en 1,9 miljoen in 1700 wel miljoenen schilderijen aangekocht konden worden, zelfs als de export wordt meegenomen. Ik besloot mijn scriptie over dit onderwerp te schrijven. Allereerst ging ik na waarop de berekeningen van Van der Woude gebaseerd waren en kwam tot de volgende kanttekeningen. Het aantal schilders lijkt eerder 1500 à 1600 geweest te zijn dan 3200. De schilders besteed niet allemaal hun loopbaan als schilder, maar hadden ook andere beroepen zoals molenaar, bierbrouwer Jan Steen, burgemeester Jacob van der Ulft en Jan Olus en handelaar in kaas bijvoorbeeld Nicolaas Maas. Bovendien, Van der Woude gebruikte de gegevens uit de 18e eeuw
voor de 17e eeuw en passeerde zich maar op twee steden, Amsterdam en Delft. Als basis nam hij het loon van een timmerman en de gemiddelde prijs van een schilderij. Dat wil zeggen, een schilder moest heel zijn leven lang werken en 1,5 schilderij per week maken om zijn gezin te kunnen onderhouden. En daarop was een deel van de berekeningen van Van der Woude gebaseerd. In 1600 waren in de Republiek 1,5 miljoen inwoners en in 1700 1,9. Bij een gemiddeld huishouden van 5 personen nam het aantal huishoudens toe van circa 300.000 tot 400.000. Maar ongeveer 75% van deze huishoudens behoorden tot de welvaartsklasse, ambachtslieden en kleine boeren en armen, waar nauwelijks schilderijen aangeschaft werden. Hoe kunnen 8 miljoen schilderijen bij circa 100.000 huishoudens en 500 kastelen, raadhuizen, wees, armenhuizen, doelens, etc. onderdak hebben gevonden? De hoge jaarproductie werd aannemelijk gemaakt door de verwijzing naar buitenlandse schilderijenfabrieken in Antwerpen en in Rome en niet naar ateliers in de Republiek. In 2007 ben ik in bezit gekomen van het schilderslexicon van de heer Pieter Groenendijk uit Utrecht. In dit lexicon stonden levensbeschrijvingen van 2257 schilders uit de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Uit dit lexicon heb ik de schilders uit de noordelijke Nederlanden gedistilleerd. En ik kwam uit op 1327 schilders. Die heb ik afgerond naar 1500 schilders, omdat je nooit weet of er nog nieuwe schilders gevonden worden. Deze 1500 schilders zijn dus aanzienlijk minder dan de 3200 schilders van Van der Woude, maar komen dicht in de buurt van de 1650 schilders die de Vries gevonden had. Vervolgens ging ik alle zogenaamde catalogue-raisonné van oude meesters bestuderen. De catalogue-raisonné die beschikbaar waren, dat waren er ongeveer 28. Dit zijn beschrijvingen van de schilder, zoals geboorteplaats en datum, opleiding, bespreking van alle bekende schilderijen, plus de schilderijen die waarschijnlijk verloren gegaan zijn, maar ook de schilderijen die toegeschreven zijn, dat wil zeggen waarvan men niet helemaal zeker is dat ze aan de schilder toebehoren, maar wel met grote zekerheid. Van de 28 schilders heb ik het aantal schilderijen berekend, inclusief een percentage voor verloren gegaanen en daarvan een gemiddelde genomen. Zo produceerde Jan van Gooyen ongeveer 1400 schilderijen, maar Johannes Vermeer ongeveer 35. Albert Kuip 1000 en Paulus Potter 260. Ik ben uitgekomen op een gemiddelde van 400 schilderijen per schilder. Verder heb ik de 1500 schilders gesplitst in 500 bekende schilders die 400 schilderijen gemiddeld gemaakt hebben en 1000 schilders die minder bekend waren, maar waarvan wellicht een mooi plaatje ook voldoende was om aan te kopen. Zeker als ze tegen lage prijzen aangeboden werden als een soort imitatie van de bekende schilders. Deze schilders produceerden dus meer dan de bekende schilders en ik heb een getal genomen van 800. De som wordt dus, om het aantal schilderijen te berekenen, 500 bekende schilders, maar gemiddeld 400 is 200.000 schilderijen. En 1000 schilders, de minder bekende schilders, die het dubbele maakten, 800. Dus 1000 maal 800 is 800.000 schilderijen. En bij elkaar kom ik zo op het aantal van 1 miljoen schilderijen. Dit getal kan ook ongeveer 800.000 à 900.000 schilderijen zijn. Of 1,1 of 1,2 miljoen. Maar het gaat om het niveau van 1 miljoen schilderijen en niet een niveau van 8 of 10 miljoen schilderijen. Wat is de betekenis van deze getallen? Allereerst dat er slechts 200.000 schilderijen van bekende meesters gemaakt zijn en geen vele miljoenen. Met andere woorden, er is nu schaarste aan goede schilderijen. Goede schilderijen van vaak bekende meesters. Dat is te merken op veilingen die nu worden gehouden.
Steeds vaker worden er schilderijen aangeboden die de omschrijving hebben de omgeving van Noord-Nederlandse school, Leidse school, kopie naar, in de trant van. Alle schilderijen uit de 7e eeuw, maar niet gesigneerd of gedateerd. Want dat deden die onbekende schilders niet. De kunsthandel deed alsof het een ongesigneerd werk was van een bekende meester. Als het een mooi schilderij was en niet duur, kocht iemand dat. Die dacht een bekende meester te hebben, maar niet voor dat bedrag hoefde te betalen. Een en ander betekent wel dat het werk van bekende meesters nu steeds schaarser wordt en dat een opdrijvend prijseffect zal plaatsvinden. Ik wil nog twee belangrijke opmerkingen maken. Ten eerste, de 7 Verenigde Provincies vormden een republiek, wat betekende dat de welvaart beter verdeeld werd dan bij een koninkrijk of een keizerrijk. Daardoor konden grotere delen van de bevolking, in dit geval 25%, konden schilderijen kopen. Dus niet alleen de adel en de kerk. De smaak veranderde ook in de loop van de 17e eeuw. Aan het begin was het vooral de kerk en de adel die kochten. Maar zij kochten historische stukken, bijbelse voorstellingen en portretten. Aan het einde van de 17e eeuw werden van landschappen, stillevens en volkstafreden de zogenaamde genre-schilderijen verkocht. Ik hoop dat ik met deze aflevering meer duidelijkheid heb geschapen in het aantal schilderijen in de 17e eeuw. 1 miljoen is een schatting. Het is een niveau van het aantal schilderijen. Ik hoop dat mijn uiteenzetting wel duidelijk gemaakt heeft dat enorme aantallen van 4 tot 10 miljoen niet meer aan de orde zijn en dus niet meer gebruikt kunnen worden in kunsthistorische beschouwingen. Enige hoop heb ik geput uit een tv-uitzending van School TV van 16 december 2012, waarbij een aflevering van Welkom in de Gouden Eeuw, aflevering 2 Kunst, bij de vraag hoeveel schilderijen zijn er gemaakt in de 17e eeuw, het antwoord was 1 miljoen. Ten slotte in een uitzending van 2 december 2022 over het rampjaar 1672, aflevering 7, getiteld Eindelijk Vrede, vertelde mevrouw Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, dat er in de 17e eeuw 1 miljoen schilderijen gemaakt zijn. Ik heb haar gecomplimenteerd met deze uitspraak.